heel veel looptechnen toen had. Maar ook Jorik Hendricks, die eigenlijk van nadat hij klein was op de ijsbaan in Turnhout geoefend heeft, die gaat ook naar de spelen. Dus ik weet dat er eigenlijk nummer 7, denk ik, een gaaf gaat leven. En dat is ook wel straf, denk ik, dat we naar Turnhout zonder een serieuze delegatie sturen. Dat is echt geloven aan maandag. Ja. Dus ja, uiteraard zijn wij als dat Turnhout heel trots dat België al de tweede keer trouwens deelneemt aan het spelen. Ik denk dat het de vierde inwonster van de eerste inwonster trouwens van Turnhout. Wat we vandaag ook zeker willen aankondigen is dat we samen met de familie en ook op vraag van de buren van Elfje de wedstrijden gaan uitzenden op groot scherm. Dat gaat doorgaan op dinsdag 18 en dinsdag 19 februari. De exacte uren die staan ook mee in het mapje dat jullie straks meekrijgen. Maar aangezien dat er een serieus tijdsverschil is, toch, is dat al wel redelijk vroeg. Dus ik denk op dinsdag om 4:15 de eerste run. En op woensdag om 4:45. Het is de bedoeling dat er dan die woensdag ook nog wat een afterparty is. In de 5-zaal cultuur, daar gaan we het uitzenden. En de opbrengst van die momenten die gaan naar twee goede doelen, vind ik. Langs de ene kant, de helft van de opbrengst gaat naar de Belgian Bullets, die toch ook wel zelf heel veel moeten investeren in hun carrière. Dat is helemaal anders dan als bij een voetbalploeg of zo. Dus, de helft van de opbrengst gaat naar de Belgian Bullets. En de andere helft van de opbrengst gaat naar ons host town programma voor de Special Olympics. Dat hebben we een aantal weken al een persbericht over gestuurd. Het komt erop neer dat in september de Special Olympics doorgaan in Antwerpen. En er zijn verschillende gemeenten, ook uit onze provincie, die zich kandidaat hebben gesteld om een delegatie uit een bepaald land een aantal dagen onderdak te bieden. Bij ons is dat Malta. En die mensen gaan van 9 tot 13 september hier in Turnhout komen. En zijn volop bezig om daar een heel leuk programma rond op te zetten. En we hebben aan Elfje gevraagd om meter te willen zijn van dat hosttownprogramma. En zij heeft dat ook aanvaard. Dat is ook de reden waarom dat we dus de helft van de opbrengsten van de uitzendingen op groot scherm, dat we dat aan ons hosttownprogramma gaan schenken. Ik denk dat dat een beetje hetgene was wat ik wou zeggen. Misschien kan Elfje nog heel even dieper ingaan op wat juist de ambities zijn voor Sochi. Ja, vorige keer zijn we naar Vancouver gegaan om gewoon mee te doen en dat was al een overwinning op zich eigenlijk. Maar nu, nu zijn we 4 jaar verder en vooral deze winter hebben we grote sprongen gemaakt. En in het begin van de winter, en de zomer, zijn we eigenlijk ja, we gaan voor top 12. Maar wat nu allemaal zo goed gaat, gaan we gewoon voor top 10 en minder zijn we gewoon tevreden. En stiekem ook wel hopen op top 8. En dan hopen we toch wel meer op die top 8 dan op die top 10. Dus. Dat is wel niet dus de boom, maar dat is een gestoorde erkenning. Moesten we dat halen? Misschien ook nog zeggen dat we vanuit de stad, Elfje ook, ja, het moet ook duidelijk zijn dat ze toen nog tegenwoordig in Sochi natuurlijk. Dus we hebben voor u, Elfje, het is niet een verrassing, want het is ook wel een alsjeblieft, Sportzak. En omdat we ook op de reportage op Sportzak gezien hebben, dat jullie de tijd s'avonds vooral doden, denk zelfs voor spelletjes. Ja, we zijn de stad van de speelkaarten, dus hebben we ook nog een heel mooi pakketje speelkaarten. Dankjewel. Oké, ik denk dat dat een beetje de boodschap was die we wilden meegeven vandaag. Maar ik weet niet of er nog vragen zijn van het publiek, van de journalisten of van iemand anders natuurlijk. Gaat er veel entourage mee, Elfje, naar Sochi? Van vrienden en familie? Ja. Met twee zussen en mijn ouders. Ja. Alleen voor de echt voor de wedstrijden? Ja. Vorige keer in Vancouver hebben we zo een reisje van gemaakt, maar nu in Sochi daar valt eigenlijk niks te zien. Dus er is echt niks te zien. En dan komen ze gewoon voor de wedstrijden 3 dagen, denk ik. De Russische taal is ook moeilijk. Het verkeer wordt dan zoiets allemaal in het Russisch. En je zegt ook niet doenbaar is om een auto te huren. Nee. Tegenover in Vancouver hebben we ook een mobile gehuurd. En we hebben 2 weken rondgetoerd. En dat is natuurlijk iets gaans anders dan
dan deze locatie ook. Hè. Ja, er wordt ook veel gesproken over veiligheid en zo. Ja. Het is niet dat we er bang van zijn, want we denken wel als Amerika en China al zo'n delegatie van veiligheid mensen meesturen, denk ik niet dat we dan. Maar ja, het is gewoon, het is een ander land en het is toch iets moeilijk om als toerist daar te komen zonder begeleiding, denk ik niet. En blijven jullie van openingspop en metselaarsceremonie? Ja, we vertrekken nu zondag al. Ja. Dus de openingsceremonie is pas de 7e, dus pas volgende week. Ja, maar we gaan ons over omdat wij 5 en 6 februari twee trainingsdagen hebben op de baan. En die wouden we wel zeker meedoen, omdat we vooral de baan echt goed kunnen. En dan hebben we een weekje 7 de openingsceremonie en dan 14 beginnen we gewoon officiële trainingsdagen. 14, 15 en 16. En dan hebben we 18 en 19 de strijd. Dus op zich zijn we wel 7 dagen op de baan af te halen voor 2 dagen de strijd. En dat ik was goed aan de baan. Wat heb je op de baan al gedaan? Ja, we zijn daar in februari vorig jaar de wereldbekerwedstrijd gedaan. En dan nu in november was ik met de trainingsweek. Ik neem in totaal wel 20 dagen op die baan gedaan. Hoeveel zwaar heeft die wedstrijd gedaan? Ja, dat was vorig jaar met onze oudste leer. Toen waren we 14e. Maar dat was toen ook niet op 400ste van de 11e plaats. Dus het was heel, heel spannend. En voor ons was dat onze beste prestatie dat jaar. Maar nu in de treinsweek in november ben ik al echt veel beter uit met onze nieuwe slee en ons nieuw materiaal. Dus, ja. Die Olympische, Olympische diploma zit er echt wel in. Ik ga wel stiekem teleurgesteld zijn als je dat niet hebt. Officieel is het wel top 10, maar ja, we gaan wel sowieso op de top 8. En de bezoomstand die in de rechter speelt ook al? Ja, voor ons gelukkig niet, want onze bobbaan is de shitste ter wereld. Ik heb nog nooit zo'n bobbaan gezien. Alles is perfect volledig overdekt. Ze hebben er eigenlijk een soort indoor hal van gemaakt. Ze hebben dan de bobbaan, maar naast de bobbaan nog 3 meter langs elke kant. Met een wandelpad en met doeken en zeilen. Dat het eigenlijk gewoon niks van het weer buiten invloed heeft op de baan eigenlijk. Alleen als het heel warm is, dan is het een beetje een sauna daar binnen. Maar daar is ook wel iets voor van de nek over gevonden, zo zeker. Die mannen die fixen alles. Dus. Maar het is niet dat het plots zacht ijs is wat jullie prestaties zou kunnen beïnvloeden? Ja, meestal als het warm is, dan zacht ijs. En dan wordt de baan langzamer. Maar onze slee heeft in deze winter al heel veel extreem koude temperaturen gehad in Amerika, dat is -20. Maar in Europa was het dan heel extreem warm. We hebben wedstrijd gehad dat 10 graden was. En op alle omstandigheden was onze slee altijd super snel, dus op zich hadden we daar wel een beetje schrik voor, maar eigenlijk doet je het altijd goed en werkt het altijd goed. Het is ook een hele technische baan, denk ik. Ja, het is een super technische baan. Het is de meest technische baan ter wereld eigenlijk, omdat er 3 delen van de baan bergop gaan. En als je een fout maakt bergop, ja, dan verliest die gewoon veel meer snelheid. En we hebben het voordeel dat er vrij veel piloten pas begonnen zijn na Vancouver. En wij zijn al iets langer bezig, dus onze ervaring speelt wel in ons voordeel. Nu, bij jullie praat ze soms toch over een trage start. Ik zie dat niet, want ik vind dat je redelijk snel loopt over die baan. Maar zit er dan zo'n verschil op bij jullie ten opzichte van die andere teams? Ja, je hebt die topteams die echt de snelste starters starten ongeveer 3 tienden sneller dan ons. Maar vorig jaar hadden we nog 4 tienden, dus ik vind dat we dichterbij komen. Ja. Dat is inderdaad nog het werkpuntje bij ons, dat is ons minste punt. Maar de kloof met de andere landen is wel veel kleiner geworden. En vooral, wij vergelijken ons altijd met Nederland natuurlijk. Vroeger zaten er ook 2 tienden achter en nu is er wedstrijd dat we binnen de 10e 800ste of 900ste afzetten. Dus het gat wordt wel kleiner. Dus op zich is er een gezonde concurrentie als je straks een soortje voor de Hollanders zou zitten. Ja, al heel veel. We hebben nu al 8 wedstrijden gehad en elke keer we hebben nu 5 van 8 keer de Nederlanders verslaan. En dat is elke keer over, ook als wij hem verslaan, dan die kop gewoon is. Dus op zich, als wij straks in de futuur gaan kijken, zou dat al een extra reden voor een feestje zijn als we de Hollanders hebben. Ja, sowieso, de Hollanders zijn ook wel goed. Die hebben ook wel een vrij hoog niveau. Dus als we daar voor zitten, is het wel een goed teken dat we goed bezig zijn. Dus ja, in België-Nederland is altijd een beetje speciaal. Hè, ja. Misschien moet ik nog bijzeggen dat we in de Fuifzaal ook nog mensen gaan aanspreken van de buurt, maar ook de mensen van de familie van Elf die gaan ook mee helpen om te tappen. Maar het zou ook leuk zijn als we daar nog iets van ja, wat winterse sfeer kunnen creëren door Roewagen of Geneve of praatworsten, maar dat we echt een winter
zetten. Ja. Dan kun je even naar de Bob kijken. Als je op topsnelheid zit, hoe snel moet je gaan? Ik zat hier ongeveer 130 jaar in uw water of minder. En dat is een gemiddelde snelheid van topsnelheid. En naast meter aan fysiek als grote kampioen? Ja, ik denk de landen die we gewoon niet kunnen verslaan, in Canada en Amerika. Maar Amerika heeft 3 teams, dus ik hoop wel 1 van de 3 toch wel voor te blijven. Mooi met 3 teams. Ja, er is 1 Russisch team dat ook vrijwillig is. De Zwitsers zijn wel wisselvallig, dus de ene keer zijn die super goed, de andere keer zijn die super slecht. Dus dat is moeilijk inschatten wat die in Sochi gaan doen. Dus, ja, de Duitsers zijn er natuurlijk ook. Maar die zijn ook heel wisselvallig, want alle Duitsers hebben we nu al verslaan deze winter. Dus de ene keer staan die op podium, zijn die eerst nog tweede en de volgende keer zijn die 12e. Dus wij zijn al de meest constante van iedereen. Ja, buiten Canada en Amerika is dat vrij constant. En roepen jullie voor de start altijd hetzelfde? Want de keren dat ik gezien heb, is dat meestal, is dat een ritueel of niet? Dat jij met Hanna afspreekt? Of dat is niet altijd hetzelfde? Hoe weten we wanneer je moet vertrekken? Dat is voor ons de timing. En dat is inderdaad altijd hetzelfde en altijd op dezelfde moment dat wij die dingen zeggen. Zij zegt oké, als ze klaar is voor het starten, dan gaan we al bij naar beneden. Dan staan we klaar en zegt dan klaar. Ik zeg ja en dan zijn we weg. Maar altijd met hetzelfde tussenpozen. Ja. Dat altijd in hetzelfde ritme is eigenlijk. Het is belangrijk dat ik dat weegt 180 kilo. Als één van ons twee te vroeg of te laat is, alleen krijg je dat niet in gang. Dus ja. Het is belangrijk om echt perfecte timing te hebben om echt exact op zo'n moment te beginnen duwen eigenlijk. Je hebt al gezegd van oké, je starttijd, dat kunnen we aan werken. Je hebt ook al een nieuwe slee. Maar zijn er, oké, Sochi gaat straks gedaan zijn, dan moet er terug een pomp opgezet worden en wat verder. Maar zijn er concrete zaken waar je zegt van als we het geld zouden hebben of als we dat zouden hebben, zouden we ons daar nog kunnen verleden? Is er nog ruimte voor progressie? Waar is dat? Nee. op deze moment niemand. We hebben gewoon het beste materiaal ter wereld eigenlijk. We hebben gewoon als 2 jaar gisteren. Naast wat je jaar per jaar bekijkt. Ah ja, het ligt ook aan wat omstandigheden zijn en wat er gebeurt met materiaal of met een coach. Of, Ben je daar in principe fulltime mee bezig? Ja, nu wel. Ja. Dat is al 4 jaar mijn job eigenlijk. Ja. En krijg je de kans om te supporten voor de andere Belgen? Of dat is moeilijk misschien? Ja, dat gaat wel lukken nu omdat we zo lang nog voor aan daar zijn. En hebben dus de openingsceremonie, onze eerste trainingsdag, hebben we een week. Dan gaan we natuurlijk gewoon.